Hey, leuk dat je kijkt. Je zag dit wagentje net gebouwd worden. En dit wagentje bestaat uit 40 deeltjes. Verschillende deeltjes, althans iets meer deeltjes, maar 40 verschillende deeltjes. En schijnbaar kan je daar een mooie politieauto mee maken. En als je een groot politiebureau wil maken, heb je meer verschillende stukjes nodig. Hoe leuk Lego ook is, je kan er niet alles mee maken. Want mij kan je er niet mee maken bijvoorbeeld. Voor mij heb je iets anders nodig, andere bouwsteentjes. En dat bouwsteentje heet een atoom. Daar wil ik het met jullie over hebben. Hier achter mij zie je een plaatje en misschien herken je het als het periodiek systeem. Elk plaatje is een atoom, een verschillend soort stofje. Meestal herken je dat als dit plaatje in de klas met van die nummertjes en van die lettertjes. En daar gaan we vandaag iets dieper op in. En specifiek gaan we in op het onderwerp metalen, die we gebruiken om elektrische stroom te laten glijden. Je kan twee soorten dingen doen met atomen. Ten eerste kan je moleculen bouwen. Dit gebruiken we vaak bij scheikunde. Dan maak je van dit soort modellen. Ik heb geen idee wat voor stof hier achter me staat. Maar metalen zoals koper, dat is geen molecuul. Dat is namelijk een rooster. Een rooster van allemaal atomen. En of ik er nou 2 of 3 of 4 extra koperatomen bij stop, dat maakt niet uit. Het is en blijft koper. En hier gaan we specifiek weer wat nader op in, op het rooster. Maar hoe ziet zo'n bolletje, zo'n atoom er nou eigenlijk uit? Nou, ten eerste heeft het een kern. En die kern bestaat weer uit allemaal kleine andere bolletjes. Die kern is positief geladen, want er zitten namelijk positief geladen protonen in. Dat zijn die rode balletjes. En er zit vaak meer neutronen in, die zijn neutraal geladen. Want die houden de boel een beetje bij elkaar. Als je namelijk weet dat protonen elkaar afstoten, positieve lading, dan heb je wat neutronen nodig om die kern bij elkaar te houden. Om die kern zitten elektronen. En elektronen zitten als een soort wolk om die kern heen. En die zitten veel verder van de kern af dan ik in dit plaatje laat zien. Maar die elektronen zijn negatief geladen. Samen zijn ze neutraal geladen. Dus dit geheel wat je nu ziet is één zo'n bolletje. Nou, ik heb heel veel verschillende plaatjes van atomen. Je ziet hier aan de linkerkant een beetje oranjig ding. Met ook ja, zie je een soort van schillen, zie je. Schillen, die oranje schillen, dat zijn elektronen die bewegen. Die zitten daar als het ware omheen. Die hebben niet een vaste plek, maar die zitten constant ergens anders. En dat is eigenlijk een soort wolk van elektronen. In het midden zie je een soort van zwarte kern. Dat is dus eigenlijk die protonen en neutronen, maar daar ook omheen een soort van elektronen heen vliegen. Dat vind ik het minste in het goede plaatje, want ze gaan niet echt, die elektronen gaan niet echt als een soort van kometen rond die kern. En het derde plaatje is heel schematisch en daar zie je heel duidelijk de schillen met hoeveel elektronen per schil er zijn. En dat is belangrijk voor vandaag om te onthouden. Het aantal elektronen in een schil bepaalt of een stof elektriciteit kan geleiden. Maar eerst nog even terug naar het periodiek systeem. Waarom ziet het er eigenlijk zo uit, dit ding? Elke schil, even terug, je ziet hier dus die verschillende schillen. Elke schil kan een maximaal aantal elektronen bevatten. En de eerste schil kan er altijd maar 2 bevatten. Daarom zie je op de bovenste rij zie je maar 2 stoffen, 2 atomen. De volgende schil die kan 8 elektronen bevatten. Daarom zie je er 8 op een rijtje staan. Die rij eronder weer 8 en daaronder 18, 18 en daarna gaat het niet meer zo helemaal perfect op. Maar de vorm van het periodiek systeem ligt aan het aantal schillen. Als de schil vol is, maken we een nieuw rijtje aan. Nou, we gaan even iets verder op koper inzoomen. Koper, dan laten we even het blokje bekijken. Wat betekent dat allemaal? Dan weet je dat voor al die andere stoffen ook waar je nou eigenlijk naar zit te kijken. Ten eerste hebben we de afkorting. Cu staat voor copper of cuprum, het Latijn. 29 staat voor het aantal protonen. Het aantal protonen bepaalt namelijk welke stof het is. Koper heeft altijd 29 protonen. Dat onderste getalletje is de massa van de stof. Nou, dat is natuurlijk niet in kilogrammen, maar in u. Daar gaan we het andere keer over hebben. En daar rechts, dat is interessant, daar staan het aantal elektronen. Als je dat optelt bij elkaar, 2 plus 8 plus 18 plus 1, dat is 29 voor de snelle rekenaars. Maar die nummertjes die staan zo geordend, want dat zijn namelijk de schillen. De bovenste is de eerste schil, noemen we de K-schil, tweede L-schil, M-schil
schil en de vierde, daar zit maar één elektron in. En dat is wel handig, want als je dan naar de schematische kern en de atomen en de elektronen van het atoom gaat kijken, dan zie je dus één buitenschil met één heel alleen elektron. En die ervaart eigenlijk de volgende schil alleen maar heel veel elektronen en negatief geladen deeltjes, want dat zijn elektronen, die stoten elkaar af. En wat krijg je dan? Het wordt een soort van vrij elektron. Dus dat elektron voelt zich niet zo gebonden, voelt zich niet heel veel aantrekkingskracht aan dat atoom. En het kan vrij door de stof bewegen. Het zit namelijk in een rooster met allemaal van dit soort koperatomen, met allemaal één vrij elektron. Dus je hebt dan heel veel vrije elektronen en die kunnen gaan stromen. Nou mooi, nu weet je hopelijk hoe een atoom kort en bondig in elkaar zit. Er kan nog veel meer over gezegd worden. Maar het belangrijkste is dat je nu weet waarom stoffen die elektriciteit kunnen geleiden vaak een vrij elektron hebben.